Ikke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja. Ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, voor de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb het zelf geschreven. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, maar dat gebeuren is dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Ergert u een half uur. Dit kan voor mij uitgelacht worden, vlak in het gezicht van Pratibli. Excuseer me, ik ben dood. Dat is niet gebeurd. Dit moet me niet aanraken.